Zaterdagmorgen is het lichaam van een vrouw uit het water langs de Vallaat in Makkum gehaald. De politie heeft bevestigd dat het gaat om een inwoonster van Makkum. Er wordt uitgegaan van een noodlottig ongeval. Volgens omwonenden zou iemand van de thuiszorg de vrouw niet thuis hebben aangetroffen en vervolgens alarm hebben geslagen. Hulpdiensten zijn met groot materiaal uitgerukt, maar al snel werd het lichaam van de vrouw zo'n 100 meter van haar huis door een passant van een zeilboot in het water aangetroffen. Hulp kwam voor de vrouw helaas te laat. Getuigen, familie en omwonenden is slachtofferhulp aangeboden en voor de hulpdiensten is een botteam opgeroepen. Een botteam begeleidt hulpverleners na dodelijke ongevallen.